What does Marcellus Wallace look like? As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. Yeah, baby! Yeah. Just leaving. But where? I have to return some videotapes. Yes, dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering van de Videocorner. Niet zomaar een aflevering waar we een film gaan bespreken. En niet zomaar een film, het is namelijk Air. Air, ja. Mirza, waar gaat Air eigenlijk over? Air, dat gaat over Nike die een deal probeert te sluiten met Michael Jordan. Of ja, de jonge Michael Jordan dan nog, 21 jaar. University speler. University nog speler voor North Carolina. North Carolina, ja. Dus hij gaat naar de NBA en ze proberen een deal te sluiten. En ja, the rest is history, man. Ja. Ja, wat gebeurt er eigenlijk in het verhaal allemaal? Want we zien Nike bestaat inmiddels al. Wat ik overigens eigenlijk nog steeds jammer vind. Volgens mij heb ik dat ook een keertje in de aflevering al gezegd. Volledige Phil Knight story is echt nice. Alleen, ze hebben het beperkt tot het... alleen de deal van Michael Jordan gedeelte. Ja. Want echt, bizar verhaal, bizar bluff. Je ziet het ook terug in dit stukje, weet je wel, dat ze gewoon echt all in gaan. Maar dat is de visie en de missie van Nike altijd al geweest. En dat mag ook verteld worden. Alleen dat hebben ze niet gedaan. Ze hebben het echt alleen gefocust op de Jordan deal. Het verbaasde me wel, zeg maar, wanneer was het? 1983, dat Nike, de share van Nike, echt laag was. Het was echt Converse, was echt... Ja, ze waren nog niet echt dominerend in de basketbal. Basketbal. Is het basketbal of basketbal? Basketbal. Nee, maar ze waren nog niet echt dominant in de basketbalbranche. Mm-hmm. Voetbalbranche ook niet, daar kwamen allemaal pas later. Ze hadden wel volgens mij hardloopschoenen al. Track shoes, dat was echt hun main ding. Ja. En dan later hebben ze gefocust op basketbal en flinke slag geslagen inderdaad. Met een strategie. Zeker. Hebben we volledig film eigenlijk al zo een beetje omschreven? Uiteindelijk wordt de deal gesloten. Nog daarvoor maken ze een sneaker. En dan zie je eigenlijk dat Sonny die deal sluit. Vooral zijn hart en passie erin steekt. En dan Michael weet te overtuigen. Ja. Terwijl Michael eigenlijk ook een betere aanbod had gekregen dan van Converse en Adidas. En misschien Adidas nog beter in de markt lag. Ja. Ook in een tijden dat Run DMC, want dat kan niet per se herinneren. Ja. Maar ik kan de posters kan ik wel herinneren dat Run DMC altijd in de Adidas tracksuit zat. Ja. En dan snap ik enigszins dat je gewoon je soortgenoot ziet. Ja. Gewoon Afro-American guys. Gewoon ook die uit slechte buurten komen. Ja, dat ze dan Adidas pakken aan hebben. Adidas was in die periode gewoon veel populairder, toch? Ja, ik vond ook mooi hoe die dingen doen. Converse is gonna come to you with a Rolex on his wrist and the red ties for the Bulls. Adidas, what is Adidas gonna say? Well, Mrs. Jordan! Gaat hij een Duits accentje nadoen. Dat was wel leuk. Maar ik vond, wat ik echt goed vind aan deze film, het is allemaal waar gebeurd, toch? Ja. Ik denk misschien sommige stukken wel een beetje getweakt. Ja, een beetje vast wel. Sowieso... Voor Hollywood. Ja, voor Hollywood. Ja, ja. Voor de maar gewoon de bluff van Sonny, dat vond ik echt zo goed gespeeld. Als dat echt zo is, hoe het is geweest, zeg maar. Ja. Dat vond ik echt super mooi. Ik had het wel verteld aan jou. Die intro vond ik ook wel vet, man. Intro vond ik wel mooi. Ja, ja. Met al die mooie plaatjes. Ja, al die plaatjes inderdaad. Ja, en wat ik ook nog een leuke scène vond, toen ze een afspraak hadden gemaakt met de familie Jordan, gingen ze een plan maken van hoe ze dat die hele, die afspraak gingen doorleven of zo. Ja. Die Ben Knight of Phil Knight. Phil Knight, ja, hij zou dan zogenaamd 7 minuten later komen, omdat hij zo druk heeft. Ja, ja. En dan George, volgens mij, die zou dan iets in gaan spelen. George was blijkbaar een oude trainer van hem, vroeger. Ja, en
Ja, dat is ook eigenlijk ook wat je zag bij wat ik vertelde met Run DMC, yeah. Weet je wel. Ja, het is Afro-American culture. Mm-hmm. Die vertrouwen elkaar. Ja, inderdaad. En vooral in die tijden, weet je wel. Op een gegeven moment begon hij een heel of ander raar verhaal over burgers of zo in Portland. Weet je. Om het toch een beetje op gemak te stellen. Hij zegt ook heel mooi zo van, waarom ben jij laat, zegt hij, weet je wel. Ja. Nee, maar toen hij binnenkwam, zag je ook die vader van Michael Jordan. Zei, oh, another brother in the room, weet je wel. Ja, maar dat is oprecht. Dat zie je overal. Je kan ahoeren wat je wilt, maar je ziet het ook bij Obama die Jordan een lintje geeft, weet je wel. Dat is gewoon die normaal geef je gewoon zo'n formeel een handje, weet je, maar je ziet die dab op, weet je wel. En dan die Keenan en Kel. Die Keenan heeft dat toen in die sketch gedaan, toch? Dat hij die kleedkamer binnenkomt lopen als president. Oh, ja. En dan bij iedere white person gewoon zo'n hand geeft. Ja. Thank you. En dan, brother! yes. Nee, maar ik moet wel zeggen, dingen vond ik ook leuk in de film. Dat lees je ook in het boek. Phil Knight gaat vooral hardlopen altijd. Als hij iets wilt bedenken. En dan zegt hij van, ja, hoezo ben jij nu in één keer overtuigd om het wel te doen? Ja, ik was even hardlopen, zegt hij. Yeah. Ja, dat is gewoon een dingetje. Yeah. Dat is gewoon een denkkwartiertje van hem. Yeah. Maar overigens, Phil Knight werd gespeeld door Ben Affleck. Hmm. Maar hij heeft ook deze film geregisseerd. Ja, en geproduceerd. Oh, echt geproduceerd, oké. Volgens mij geproduceerd samen met Matt Damon dan. Oké. Maar ik vond Matt Damon echt wel best wel geschikt voor deze rol, man. Ja, man. Zou je iemand anders kunnen voorstellen? En hij heeft een buikje voor die film moeten kweken. Laatst zie je het ook, toch? Dat hij dan gaat hardlopen en dan 10 meter kapt hij ermee, weet je wel. Klopt. Nee, maar ik vind het inderdaad goed gedaan. Volgens mij door Amazon Studios ook geproduceerd. Die mm-hmm. hebben nu denk ik wel een goede slag geslagen met een best wel goede titel. Ja. Wanneer die op Amazon komt, dat weet ik niet. Het is een beetje onduidelijk. Ik denk dat hij sowieso wel op Prime komt. Dat zou een beetje stom zijn 100%. Dat hij nou in één keer op Videoland komt, weet je wel. Van de hele wereld. Ja. Nog voordat je de film ging, weet je wel. Wat waren jouw verwachtingen van de film? En zijn die een beetje uitgekomen? Ja, weet je, kijk, het verschil is, jij hebt het boek al gelezen, of niet? Ja. Dus jij hebt al volgens mij een soort van beeld van wat er gaat gebeuren. En ja, ik heb een soort van beeld van de karakters, maar het Michael Jordan verhaal... Ja. Wordt dat beschreven in het boek? Wordt niet zo uitgebreid beschreven. Oké. Ook het verhaal van LeBron James komt er ook in voor, maar ook niet zo uitgebreid. Nou, ik had wel verwacht van er gaat de deal worden gesloten. Ja. Tuurlijk. Maar hoe? Maar hoe, op wat voor manier? Dat ging gewoon eigenlijk open in. Ja. En het verbaasde me ook, of ja, dat was een beetje een verrassing voor mij dan, dat het bod werd gelijk geaccepteerd. Want ik vond eigenlijk de moeder van Michael Jordan, die is best wel zakelijk en echt een zakenvrouw. Je zag ook dat hij die advocaat opzij schoof op een gegeven moment. Zeker. Als dat echt zo is, hoe het is gebeurd, dan Michael Jordan heeft veel aan zijn moeder te danken, hoor. Ja. Ook met die shares van zeker. Per schoen, weet je. Schoenen, inderdaad. Gewoon die royalties per schoen. Ja. Ja, zeker. Ze heeft heel veel te danken aan... hij heeft heel veel te danken aan zijn moeder, denk ik. Ja. Maar ook gewoon... wat ik een mooi stukje vond, is... we hebben ook allemaal die ESPN-documentaire gekeken van Michael Jordan, toch? Ja. Op een gegeven moment probeert hij hem te overtuigen van... you going to be great, we will be forgotten, enzovoort. Mm. They're gonna build you up and tear you down. En dan zag je al die plaatjes voorbij komen. En dan zie je zo'n close-up van zijn vader. Best wel fucked up eigenlijk. Je ziet zo'n close-up van zijn vader. En dan vervolgens zie je die fast-forward beelden dat zijn vader is doodgeschoten in die auto, weet je wel. Ja. En dan dat hij dan stopt met basketbal en dat hij gaat golfen. En dan dat hij toch weer terugkomt en toch een methode vindt om er weer bovenop te komen. Want hij is die speler. Ja. Dat was ook wel een indrukwekkende speech in die... ja, man. Tijdens die afspraak, tijdens die vergadering van Matt Damon. Ik denk dat hij met die speech hun wel heeft overtuigd. Ja, plus hij heeft gewoon een schoen voor hem gemaakt. Hè. Ja, dat en dat Nike, dat bluff van Nike. Kijk, Nike doet dat nog steeds. Kijk, hij zegt van, oké, want dat waren die band shoes van Jordan, weet je wel, uit 84. Mm. En ze zeggen van, we're gonna pay the fine, weet je wel, 5k per game. So dat heeft Nike nog steeds. Want Nike heeft recent, in 2012 nog bijvoorbeeld, dat kan ik me heel goed herinneren, die hele Olympische Spelen
game is echt één grote poppenkast geworden, weet je wel. Zou eigenlijk verbroedering moeten veroorzaken, maar dan zitten er dan weer sponsors ertussen en dan mag je niet zomaar sponsor reclames enzovoort enzovoort. Ja. En dan Nike werd dan gezegd van Nike, jullie mogen geen reclame maken. En vervolgens werden de rechten van Londen, gewoon de titel Londen, lag bij de Olympische Spelen, dus Nike mocht geen reclame maken van Londen. Wat doet Nike? Nike zegt dikke vinger, wij gaan de reclame maken van Londen. Dus wat doen ze? Gaan ze de hele wereld af? Gaan ze naar Jamaica en dan zie je zo'n bord van London Hotel. Weet je wel? En dan zie je allemaal kinderen daarvoor voetballen. Juist. En dan London Beach ergens in Afrika en dan zie je allemaal gasten op surfboards en zo daar rennen. Dus Nike heeft dit altijd gedaan. Ja. En dat is gewoon, zie je hier ook gewoon sinds way back is dit gewoon eigenlijk het ding geweest. Maar dat is wel een mooie strategie eigenlijk. Ja, ja, zeker. Wel risicovol. Wel risicovol. Nike heeft wel altijd risico's genomen. Als je het boek ook leest van Shoe Dog. Zo'n check kwam, weet je wel, dat hij geld geleend van zijn pa. Volledig inkopen doen vanuit dingen. En dan rechten van die schoenen. Want hij begon als Blue Ribbon. En hij kocht schoenen uit Japan. En ja. Ja, het oostenrechten lag bij iemand anders. En hij kreeg het westen. En toen werd hij aangevallen door die oostengast. Ging hij weer allemaal regels en zo, soort van omzeilen om toch die schoenen te kunnen verkopen. Dus hij is altijd al zo geweest. Ja. En ja, toen op een gegeven moment werd het Nike en enzovoort enzovoort. Ja, kijk. Maar ook tijdens, wel een leuk verwijzing. Ik weet niet of dat toen gebeurd is, maar ik denk het niet. Maar tijdens de onderhandelingen met de moeder van Jordan en Matt Damon aan de telefoon. Ja. Van toen hij een bot aan haar had uitgebracht. Dus die zeiden van, just do it. Just do it. Just do it. Ja, dat wist ik niet. Dat komt volgens mij van Dead Sentence of zo. Ja, klopt. Ja. Blijkbaar is dat soort... Ja, dat was mensen die werden afgeschoten. Ja. Die Dead Sentence kregen. En er was blijkbaar een bekende persoon, ik ben de naam even kwijt, die zei toen, just do it. Ja. Van, schiet maar de kogel door mijn hoofd. Ja. En daar hebben ze toen vanaf afgepakt. Ja, het is wel gewoon een levensmotto. Die zie je ook altijd bij die reclames van Nike. Als bijvoorbeeld een klein kind op de 30 meter hoog op de springplank staat. En staat zo, just do it. Ga er gewoon voor. Je zag ook gewoon, ik zag een keertje. Je had een keertje zo'n plaatje ergens in Japan hand aan zo'n billboard. En dan net ernaast staat er zo, don't jump off. Weet je wel, dan zie je Nike, just do it. Just do it. Ja, man. Maar we hebben heel veel gehad over wat we echt nice vonden. Wat waren de dingen waarvan je zegt van ja, dit was wat minder? Minder. Misschien meer, ja, ik weet niet. Ja, dit, kijk, de film ging vooral over puur die onderhandelingen. Maar ik had misschien wat meer background story van Nike zelf willen weten. Of nog iets eerder. Ja, dat is dus die Shoe Dog story waar ik het over ja, had. Ja, ja precies. Ja, dat zou ik ook wel willen weten. Ja. Want je valt in één keer gewoon ergens in. Ja. Heb ik het idee. Nike bestaat al. Nike bestaat, is een billion dollar company, weet je wel. Klopt. En ze waren 17% 17% van het markt. Ja. In basketbal domineerden ze inmiddels al. Ja. Verder... Ik vond het einde vond ik een beetje abrupt of zo. Yeah? We got the deal. Celebrations. Ja, nice. Ja. Maar ik weet niet, die... Hoe Ignite, hè? Ik vond hem een beetje raar overkomen. Is die ook zo? Ik vond hem een beetje narcistisch. Kan dat? Ja, niet narcistisch, maar egoïstisch misschien. Ja. Hij was wel vol van zichzelf. En... Ja, was die volgens mij... Ja, wat ik me kan herinneren, in het boek was die ook altijd een beetje zo. Maar ja, dat moet ook wel een beetje, stressvol. Toch? Kijk, dat is Amerika, weet je wel. Ja. Dat kapitalisme daar... is gewoon zo gebouwd dat als je rijk bent, dat laat je dat zien aan de mensen die het niet hebben. Zodat die mensen gemotiveerd raken om te werken voor die auto. Yeah. Om te werken voor die status. Yeah. Dat is gewoon Amerikaanse kapitalisme. En hij was volgens mij wel gewoon die guy gewoon, weet je wel. Maar ook gewoon om mensen aan te zetten om harder te werken. Van, hey, fucking hell, ik heb een billion dollar company, weet je wel. Yeah. Praat je zo tegen mij, weet je. En dan raak jij geïrriteerd en dan ga je twee keer zo hard presteren, weet je wel. Om ook gewoon een billion dollar company een keer te kunnen krijgen. Yeah. Hij komt wel lekker zo als baas, als CEO in zo'n tracksuit binnen, weet je. Dat is wel lekker, man. Ja, maar natuurlijk, dat is werkkleding, hè. Heb jij je dingen die je dacht van... Ja, ik zei het al. Het einde vond ik een beetje abrupt. Ja, hij zat daar te liggen. 1:40 duurde de film. Ook niet zo heel lang. Nee. Ik had het einde had ik wel een beetje gehoopt dat hij... Ja, oké. Okay, ja, misschien... Het is lastig, want je ziet MJ's gezicht ook niet gedurende de film. Alleen, als je dan iets gaat verlengen, weet je wel, dat je dan een beetje carrière en hoe het verloopt met Sunny enzovoort. Ja.
Dat ik liever verfilmd willen zien dan die tekstjes, weet je wel, aan het einde. Ik heb ook een paar dingen gelezen, man, over... kijk, Michael Jordan was... die speelt zelf niet in de film. Maar hij was wel op de set. En hij... Natuurlijk, ja. Speel je als 50er, ben je 21 jaar. Ja, bijvoorbeeld. Ja, hij kon ook zijn vader bijvoorbeeld spelen. Ja, toch? Ja, kom. Maar dat is ook wel grappig. Nee, maar hij had wel... die moeder die... Volgens mij is... Ja, Loris Davis of zo. Die moeder. Die actrice daarvan. Die had Davies. Davies. Ja, zoiets met Davies. Ja, Davies. Maar hij had daar... Hij had daar voorgesteld aan Ben Affleck. Zij mag mijn moeder spelen. Ah, dus ja. Zonder een of andere casting of wat dan ook. Dat heb ik wel gelezen. Dat is wel nice dan. Ja, en hij was... toch wel, ja. Zij speelde het ook echt heel goed. Het kan toch niet zo zijn dat ik haar voornaam ben vergeten. Want er was iets met Davis, dat weet ik wel. Viola Davis. Ja. Godverdomme. Ja. Kan toch niet zo zijn dat we dat zijn vergeten. Dat is best wel grote actrice ook. Gewoon zitten wij hier gewoon. We hebben een podcast, zijn we de voornaam vergeten. Maar we hebben wel vaker de laatste tijden van die True Base Stories gekeken. Ja, altijd mooi op die... Tetris hadden we. Tetris, weet ik veel. Komt er nog iets uit? Maar in ieder geval altijd die plaatjes op het einde. Ja. Altijd, dat is gewoon standaard, weet je. Maar daarom, misschien als ze iets hadden gefilmd, nog extra of zo. Misschien dat het wat leuker was geworden. Zo. Misschien wel. Ik had dat eigenlijk wel moeten opzoeken. In het boek, die gast die schoenen maakte, was volgens mij zijn oude track teacher. Dat zou kunnen. Ja, dat is volgens mij ook die guy die Jordans heeft ontworpen in het keldertje. James Moore of zo, volgens mij heette die. Ja, ik weet zijn naam niet meer. Moore met de achternaam, ja. Maar in ieder geval, Sonny ging later, heb ik wel gelezen, die ging later dan... die is later naar Adidas gaan. Oh, dat heb ik niet gelezen. Ja, die is later naar Adidas gaan. En dan naar Reebok. Oh ja, maar dat is dan gewoon zo'n jobhopper. Ja, nou, jobhopper. En die George... Van, another brother in the room. Ja. Die is later ook naar Adidas gegaan. Oké. Okay. Vond dat allemaal aan het einde ook? Heb ik zelf opgepakt. Oh. Maar die is ook later naar Adidas gegaan. En die heeft toen een soort van Adidas America Company. Gewoon een Amerika-tak, weet je wel. Dat je niet altijd naar Duitsland hoeft te vliegen. Precies, hij heeft een soort van Amerika-tak opgericht in de States. En daar was hij soort van CEO of zo. Ja. Ja. Oh, nice. Ja. Ja. Wat kan ik nog meer vertellen? Ja. Oh ja, een van die gasten, een van de eerste atleten van Nike, die is de schrijver van One Who Flew the Cuckoo Nest. Ik weet niet of de titel goed uitspreekt. Ja? Van Jack Nicholson. Ja, dat was wel interessant. Hij was een van de eerste atleten. Volgens mij ook een van de eerste werknemers die bepaalde filialen moest runnen en zo. Achteraf vond hij dat toch niet leuk. Is hij gaan schrijven en heeft een boek uitgebracht en vervolgens is het boek ooit een keer verfilmd. Leuk feitje. Ah, leuk feitje. Maar wat denk je, hoe gaat deze film scoren, denk je? Voor mij? Gewoon het algemeen. Wordt hij goed ontvangen? Wat denk je? Ik denk alles betreft Jordan scoort goed, man. Ja? Volgens mij die ESPN-documentaire van Jordan... Die was eigenlijk al een jaar oud. En dan een jaar later kwam die op Netflix. En die heeft toen ook weer echt bizar veel cijfers... Bizar hoge cijfers behaald. Niet alleen dat. Opeens, weet je wat nog grappig is? Opeens liep iedereen met Jordans naar die documentaire. En in één keer was iedereen Jordan-fan. Ja, klopt. Ja, weet je, meiden van 12 die nog nooit basketbalwedstrijden hebben gekeken, liepen in één keer met Jordans rond. Nee, maar ik weet wel nog van vroeger, want ik heb zelf ook basketbal gespeeld. Ja. En daar had je basketbalschoenen nodig. En dan Jordans, die kon je alleen maar vinden bij Foot Locker. Ja. En zelfs daar waren ze gewoon nooit op voorraad. Of gewoon, maar dat praat ik echt over misschien 15 jaar geleden of zo. Ja. En wat je zegt, een paar jaar geleden, in één keer, ik zie iedereen met Jordans lopen. Ja. Ik dacht echt, wauw, weet je wat? Ja, maar het is nu ook weer heel veel soorten en zo brengen ze uit, toch? Die Travis Scott versies. Ja, dat is ook zo. Maar ja. Ook gewoon collectibles, weet je wel. Als je de band shoe bijvoorbeeld hebt, die is dan weer meer waard. Maar ook gewoon voor bepaalde jaren en zo. Tuurlijk, ook van die collabs met spelers. Natuurlijk, die schoenen die vorderen ook, weet je wel. Als je gewoon zo'n 84 model hebt. Is meer waard dan een 2021. Ja, dat is een beetje zo'n collectibles item geworden inmiddels. Ja. Maar die Converse, die waren altijd laag, man. Volgens mij braken mensen echt hun enkels. Man. Maar die waren ook van stof, die waren laag. Ja, maar ik kan me dat helemaal niet voorstellen. Wel hoog, sorry, maar ook gewoon stof.
Dat niks om je enkel heen iets beschermt. Dat doek, zeg maar. Dat stoffen doekje. Wat vandaag de dag nog steeds eigenlijk is bij Converse. Ik kan me dan niet voorstellen dat je daar gewoon in kan spelen. Want weet je, je springt. Je breekt je enkel, man. Ja, is toch daarom. Zo, man. Ja, maar ja, technieken zijn inderdaad later allemaal pas ontwikkeld. Ja. Ja, dat is wel. Mirza, wat geef jij de film qua rating? Film. Ik vind het een supergoede film. En ik vind ook wel dat iedereen deze film moet zien. Ik geef het een 4. 4 van de 5. 4 van de 5 sterren. 4 van de 5, ja. Ik heb toevallig hetzelfde, man. Ik had vandaag. Ja, ik heb ook mijn Letterboxd weer een recensietje gedropt. Ik kan hem ook 4 van de 5 sterren geven. Dus dan kunnen we zeggen dat we. Geen discussie mogelijk. Nee, dat we de film Air van Amazon, is het? Van Ben Affleck. Ja, van Ben Affleck en Damon. Ja. Beoordeel met 4 sterren. Juist. Dus dat. Dames en heren, bedankt voor het luisteren. Mirza, bedankt voor je aanwezigheid. Ja, ook voor je tijd. Laat even een recensie achter. Abonneer op ons, op YouTube, op Spotify, op Apple Podcast app, waar je ook luistert. En mis niks. Heb je nog misschien verzoekjes van andere films die we kunnen reviewen? Ja. Stuur gerust een berichtje. Ja, want deze week is het wat rustiger qua films, qua releases. Misschien als jij een classic of zoiets gerecenseerd wilt hebben. Een oude film, ja. Laat het weten. Want volgens mij gaan jij en Hakan volgende week zitten. Ja, is dat zo? Misschien iets met Marvel. Oh ja. Nee, ik ben geen Marvel. Nee, maar dat is toch juist leuk. Weet je, anti-Marvel, hij pro-Marvel. Misschien kunnen we mooie discussies ontstaan. Ja. Dus daarom, nogmaals, volg ons at The Video Corner op Instagram. Abonneer op ons. Drop een like, drop een recensie. En tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Joejoe. Ik hoop dat je hebt genoten van de aflevering. Wil je adverteren in een van onze podcasts? Dat kan. Mail dan naar adverteren@back-corner.nl.